De spoorwegen in ons land hebben op sommige baanvakken te kampen met de zogenaamde zingende rails, die een gejank veroorzaken dat voor de reizigers zeer hinderlijk is. Dit vervelende geluid wordt veroorzaakt door golfslijtage, dat wil zeggen door uiterst kleine golfjes die het railoppervlak ribbelig maken. Om dit kwaad zo goed mogelijk te bestrijden, werd onlangs een speciale slijptrein in dienst gesteld. Onderaan de eigenlijke slijpwagen zijn in twee blokken en tussen een aantal kleine loopwielen 16 slijpstenen aangebracht die door middel van luchtdruk op de rails worden neergelaten. Vanuit de wagen kan één man het slijpmechanisme bedienen. Wanneer de trein het te slijpen gedeelte van het traject bereikt heeft, laat men de stenen neer. Deze worden met een kracht van 10 ton op de rails gedrukt. Om beschadiging te voorkomen, haalt men de stenen bij het passeren van wissels even omhoog. Met een snelheid van 50 km per uur moet de trein ongeveer 60 maal een baanvak slijpen. Pas dan is de golfslijtage nagenoeg verholpen. Na het slijpen van de rails verdwijnt het gejank, waardoor het reizen per trein op de betrokken trajecten een stuk aangenamer wordt. De gezamenlijke Europese spoorwegmaatschappijen werken momenteel samen bij een onderzoek naar de oorzaken van de golfslijtage die ook in andere landen optreedt.